een gegeven moment de tweede helft achteruit gaan lopen. En dan laat je hem gewoon komen. En dan wordt het voor ons lastig. En dan verliezen we ook steeds de tweede bal. Ja, en dan proberen we nog wel in de counter een goal te maken. Maar ja, dan maken zij nog een wereldgoal natuurlijk vanaf de middenlijn. En dan inderdaad wat Jongen zegt, dan hebben we nog geluk dat we niet 4-3 tegen krijgen op het laatst. Hoe bevalt dat jou hier, dit soort voetbal? Ik bevalt goed. Ik heb een leuk team en veel plezier. En nu alleen de punten nog en dan is alles goed. Nou, het is jammer dat je zo'n 3-0 voorsprong weggeeft. En dan uiteindelijk ook, wat Jorren zei, nog blij mag wezen met die 3-3. Ja, tuurlijk. Wij willen gewoon natuurlijk die 3 punten. En Roda wou ook die 3 punten. Maar ik denk dat we op het laatst gewoon nog blij mogen zijn met dat punt.